Oké jongens, van het Forum. We zijn hier, in de Tim Hall of Fame. En we staan hier voor, een beetje de enige kast ter wereld die speelbaar is, geloof ik. Ja. Want die andere, heb ik me laten vertellen, die andere die ergens is, die is niet eens speelbaar. Dus het is de enige Tunnel Circus hier in Las Vegas die speelbaar is. En er is ook nog een mooi kaartje boven. En er wordt even uitgelegd dat deze kast 1993 is, dat die $1,5 miljoen heeft gekost om te maken. En een verhaaltje van dat hij naar Duitsland is geweest en dat hij met mensen daar al heeft gezegd van ja, het is een beetje een onding. Ik ga geen extra geld betalen voor iets wat moeilijk te hanteren is en bla 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 bla. Oftewel, een leuke machine, wat gewoon gereject is door Duitsland. En die had nogal een poot, zeg maar, in het spelletje. En die hebben gewoon gezegd van, ja, sorry, dit is hem niet. Terwijl het een hartstikke leuk ding is. Ik heb hem gisteren even 1 keer gespeeld. Ik kan hier niet spelen vanwege het toernooi. Want we mogen niet oefenen. Dus anders had ik hem al even gespeeld, misschien later maar even. Maar het is zonde, het is een leuk ding. En ik zou het graag nu willen spelen. Scorecard. Slecht zien, even inzoomen. Kijk eens. Ik hoop dat jullie kunnen lezen. Maar erg onduidelijk. Het is een heel mooie kast. Er zit een olifant erin. Die de bal als het ware verder legt. Heel leuk gedaan. Zonde. One of a kind. Ja. Schoon van een Mortal Kombat videokast. Een flippelkast gemaakt. Uniek. Echt heel leuk. Ja, nou dat was het weer.